Woensdag 16 maart 2022 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in de gemeente Best. En daarom heeft Plein Best het idee geopperd om alle politieke partijen in Best uit te nodigen en hen 6 vragen voor te leggen. 5 vragen krijgen ze van tevoren en kunnen ze over nadenken. En de 6e vraag wordt een verrassingsvraag. Het interview wordt door mij afgenomen, Henk van den Heuvel. En gefilmd door Tom Lassink en Tjeerd Martens. Het gesprek dat we nu hebben is met Wouter Bond van de ChristenUnie. Hoe lang zit je al in de raad? Als raadslid nu ja. Ruim 2 jaar. Oktober 2019 ben ik begonnen. Heb ik Albert van der Vlies opgevolgd. Ja. En daarvoor ben ik 6 jaar burgerlid geweest. Duurzaam, hè? Ze praten erover dat binnen een bepaalde termijn moet Best van het gas af, bijvoorbeeld. Wat denken jullie daarvan? Ja, zo snel mogelijk. En hoe? Ja, dat is de moeilijke vraag. Ik denk dat we met dat is een moeilijk woord, hè, de transitievisie, ja. Warmte, maar dat is, zo heet het stuk nou eenmaal. Ja. Daarin zijn we wel aan het kijken hoe we wijksgewijs kunnen kijken wat voor slagen we kunnen slaan. Die wordt binnenkort vastgesteld, daar zijn we eigenlijk best wel heel blij mee. Dat zijn in ieder geval goede stappen die je zet. Ja. Het kan niet snel genoeg gaan, maar je moet wel af en toe op de rem trappen. Want alles kost ten eerste geld. Ja. De bewoners, alle inwoners moet je wel mee zien te krijgen. Ja, dat is een proces, dat kost tijd. Maar het mag absoluut wel in volle vaart. Maar de communicatie is wel een hekelpunt bij ons in de raad, bij ons in Best. We hebben er zo vaak op gehamerd, ook wij, om die communicatie simpel te houden. Ook in brieven, ook op de site. Maak het nou gebruiksvriendelijk. Mm. En we zien toch dat toch vaak achterblijft. Ja. En dat met een brief met wollige taal de inwoners toch maar bekijken en denken, ik kan er niet zoveel mee. Ik denk dat we de boeren moeten. En dat we met bewoners in gesprek moeten. Daarin wil ik echt opkomen voor een goed, ook preventief beleid. Ja. Ik denk dat er heel veel aan preventie gedaan wordt, ook op scholen, bij de jongerencentra. Ja. Maar daar begint het al. Praat niet over jongeren, maar praat met jongeren. Dat is super belangrijk. We hebben zo snel een mening over van alles en dan praten we over, en ook over jongeren. Ja, niet doen. Praat met ze. Kijk wat ze nodig hebben. Op de vraag of we dat bij Eindhoven moeten gaan halen, daar zijn wij geen voorstander van. Ook wij zijn in Best komen wonen, omdat Best eigenlijk een heel mooi dorp is. Het ligt eigenlijk op een hele gunstige plek. En je pakt de trein en met 2 tellen zit je in Eindhoven en heb je daar alle faciliteiten als je die daar zoekt. Ja. Maar het kleinschalige, het dorpse. Ja. En natuurlijk heb je dan als dorp wat minder bestuurskracht, want daar moet je voor bij Eindhoven zijn. Maar je hebt wel korte lijntjes, snel een bekend gezicht. Wel zelfstandig blijven, maar niet zonder samenwerking. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de laatste, de bibliotheek behandeld. Ja. En heeft Eindhoven, zijn we samen gaan daarin met Eindhoven. Ja. Omdat dat voordelen heeft, moet die OZB omhoog. Ja. Hij moet niet omhoog. Niet omdat hij omhoog moet. Nee. Maar we hebben wel ambities. We moeten, dat is ons motto, samen recht doen. En we moeten het samen doen. Ja. En we moeten iedereen recht aandoen. Iedereen heeft recht om op een mooi en leefbaar Best. We moeten als maatschappij ook leren om zaken bespreekbaar te maken. Laten we het Huis van Best noemen. Dat is een voorstel, dat is niet de term. Om daarin wel actief mee te denken wat wel de mogelijkheden zijn. Dus we denken daarin niet in wat niet kan. Het belangrijkste is dat de twee organisaties, of de twee plekken, Bestwijzer en het gemeentehuis, bij elkaar komen. Ja. Het heeft nog veel meer voordelen dat we iets nieuws gaan bouwen. Want waar het gemeentehuis staat, daar zou je bijvoorbeeld aan woningbouw kunnen doen. Het hoeft niet per se een enorme verliespost te zijn, want als je daar iets bouwt wat ook weer geld in het laadje brengt. Heel hartelijk bedankt voor het gesprek. Heel graag gedaan. Ja. Dank dat ik hier mocht zijn. En veel succes. Ja, dank u wel. Ja. Ja, fijn om dit gesprek met u te voeren. Ja. Dank je wel. Ja.